Mevrouw Ploemen, u heeft namens het kabinet vrijdag een gift, een bijdrage gegeven aan Giro 555 van 2 miljoen euro. Dat is een prachtige bijdrage. Waarom heeft u daartoe besloten? Omdat het nodig is. Er zijn miljoenen mensen in verschillende landen die eigenlijk door een opeenstapeling van ellende gewoon nu honger hebben. Kinderen sterven als gevolg van gebrek aan goed voedsel, schoon drinkwater, geweld. Dus we moeten echt met elkaar in actie komen. De Verenigde Naties heeft ook gezegd, dit is een ramp van een verschrikkelijke omvang. Dus we kunnen niet blijven toekijken, we moeten helpen. Prachtig gebaar. U bent zelf ook verschillende keren in de gebieden geweest die nu getroffen worden door honger, ook recent nog. Wat heeft het meeste indruk gemaakt op u toen u daar was? Ja, wat natuurlijk heel erg verschrikkelijk is, is dat heel veel mensen die part nog deel hebben aan een conflict of een oorlog, slachtoffer worden. En ze hebben geprobeerd om hun leven gewoon te leiden, hun grond te bebouwen, hun kinderen naar school te sturen. Maar door dat conflict is hun hele leven overhoop gegooid. En erger nog, kunnen ze niet meer veilig blijven waar ze zijn. Vrouwen die verkracht worden. Het is echt een verschrikking. Ik heb met heel veel mensen gepraat en het is echt heel, heel verdrietig om te zien wat er gebeurt. Ja. Veel mensen, wij horen mensen zeggen, alweer honger in Afrika. Houdt het op? Moet het niet eens een keer ophouden daar? Wat zegt u daarop? Dat zou iedereen wel willen. Ook de mensen die het treft. En de afgelopen jaren is er heel erg veel geïnvesteerd om boeren bijvoorbeeld te trainen. Om op andere manieren hun grond te bewerken. Maar als dan vervolgens Boko Haram komt en die verbrandt die grond. Ja, dan heb je dat allemaal wel geleerd. Maar dan is er geen kans meer voor je om die kennis ook te gebruiken. Dus er is heel veel gedaan. Gelukkig in heel veel gebieden zijn mensen zelf in staat om voor hun eten te zorgen. Maar nogmaals, als er dan zo'n terreurgroep komt of er is een conflict, ja, dan staan ook zij met lege handen. Er zijn te veel dingen tegelijk. Het is een opeenstapeling van ellende waarvan je toch echt hoopt dat het niemand zou overkomen. Maar helaas is dat wel zo. Klimaatverandering helpt natuurlijk helemaal niet. Daar gaat veel landbouwgrond door verloren, soms door droogte, soms door overstromingen. En dit zijn mensen die wonen niet in de rijkste landen ter wereld. Dus ze moesten al hard werken om het hoofd boven water te houden. En dan kan er eigenlijk niet meer bij. Het kabinet heeft al gegeven. Waarom zegt u tegen mensen in Nederland, geef ook? Ik hoop dat iedereen elke euro die men kan missen wil geven. Want de nood is heel erg hoog. Miljoenen mensen, kinderen zitten zonder voedsel en water. En Nederland is een vrijgevig land. Wij kijken nooit zomaar toe als andere mensen buiten hun schuld in de problemen zijn gekomen. En dat is hier nu wel aan de hand. Dus ik zou mensen willen vragen, Nederlandse organisaties zijn ter plekke, daar waar de nood het hoogst is, help hen om die nood te lenigen. Heel erg bedankt.